Wow, ik voel me echt net als in Harry Potter en de geheime kamer. Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe video, namelijk bij Map van een Brodo, waar ik de awesome custom maps van jullie speel die jullie opsturen naar dodosiri@gmail.com. Daar kunnen jullie jullie custom maps heen sturen en dan speel ik ze. Vandaag spelen we The Lost Sword. Ik moet even kijken van wie die is. Zo, we laten echt allemaal boertjes hier. Hij is van Jochem. Jochem, dankjewel voor het maken van deze map. En dankjewel voor de gebakken dode. Oh, hoe durf je? Jochem, je boft dat ik van kip hou, man. Anders had ik ze echt niet allemaal gepakt en opgegeten. Wij gaan even de prequel erbij pakken, de inleiding en de regels. Laten we eens kijken, we beginnen gewoon met de dingen. Vinden jullie dit trouwens een leuke serie? Doe even een duimpje omhoog. En doe sowieso een duimpje omhoog als je een baas bent en niet van augurken houdt. Ik vind augurken echt heel vies, dus even dat jullie het weten. 10 jaar geleden begon het avontuur. Jij was op zoek naar The Lost Sword. Na uren, dagen, weken zoeken, was je eindelijk dichterbij gekomen. Misschien wel iets te dichtbij. Anderen kregen een luchtje van jouw praktijken. Zut of zut. Eindelijk had jij de boef ontmaskerd en het zwaard gevonden. Tot je achter op je hoofd werd geslagen. Toen je wakker werd was de Lost Sword weg. Verklaar meteen de naam. Ja, dat is wel waar. Nu er weer rare dingen gebeuren, ga jij op onderzoek uit. Dit keer laat je het niet mislukken. Zeker weten niet. Ik klik namelijk hierop en hierop en hierop en hierop. En nu heb ik het volgens mij uitgespeeld. Ben ik klaar? Oh, nee. We gaan de inleiding pakken. Welkom bij de Lost Sword nummer 2. Oh, heb ik deel 1 gemist? Blijkbaar. Het is 10 jaar later en je hebt een nieuw leven opgebouwd in Kingstown. Sinds een tijdje geleden er aparte dingen gebeuren. Jij besluit om een onderzoek op onderzoek uit te gaan en stort je in een nieuw avontuur. De map is nu nog groter en mooier dan eerst. Ook zijn er weer punten te verdienen. Kun jij ze allemaal vinden? Ik wens je veel plezier. Maar ik heb niet eens deel 1 gezien. Maar oké. Dit boek zou geen regels heten. Of heb ik die wel gespeeld? Ik weet het niet meer. Als er geen regels zou zijn, geen blokkenbrede, geen game mode, opdrachten op chronologische volgorde, moeilijk wordt, wijze uitvoeren. Oh, op chronologische wijze uitvoeren, oké, ja. Dus eerst opdracht 1 en dan 2 en dan 3. Blijf op de paden, ik ga mijn best doen, want ik ben super slecht in dingen opvolgen. Bestudeer eerst de puntentelling. De puntentelling is waarschijnlijk dit. De punten, er zijn verschillende punten te verzamelen. Gotta catch them all. Ja, natuurlijk. Sommige punten in deze blokken. Sla erop en je krijgt een punt. Er is 1 regel. Blijf het blok staan totdat het is verdwenen. Ik blijf hem slaan of moet ik hem ingedrukt houden? Blijf het blok blijf het blok staan tot is verdwenen. Ik denk dat ze bedoelen slaan. Oké. Okay. En pak hem. Sommige punten zitten in kisten. Oké. Okay. We hebben al 1 punt en ik heb een blok weggeslagen. Maar ik weet niet of dat de bedoeling was. Want het stond staan. Terug naar huis. Punten. Je zweeft een stukje omhoog. Zet spawn point. Oh nee, dat klinkt als een. Hoe heet het nou? Functie voor speciale blokken. Ja, we gaan gewoon beginnen. Kom je dit blok tegen? Dat betekent dat je terug kunt naar. Dit is niet van. Voor het verhaal. Kan je het reizen. Oké, okay, volgens mij mis ik iets van Optifine ofzo, want ik mis echt overal de helft van de. Oh my god! What the heck gebeurde daar? Oké. Okay. Heb je al in de chest gekeken? Nee, nog niet. Heb ik trouwens het derde boekje? Die had ik al gelezen. Ik doe even de boekjes terug in de chest, zo. Ik geloof die regels wel. Opdracht 1, ga op onderzoek uit in Kingstown. Sinds een lange tijd gebeurde rare dingen. Je vraagt af of dit iets te maken heeft met de Lost Sword. Het is nu al 10 jaar gestolen. Misschien weet iemand ervan. Ja, die zijn waarschijnlijk echt allemaal van die oude mannetjes. Oh, nu is dit mijn spawn point of zo. Hier zit niet zin. Hallo? Is er iemand in Kingstown? Ik heb een sign. Is dat een sign? Ja, dat is een sign. Oh, de humor. Zit hier iets in? Oh. 10... punten voor Gryffindor. Door. Weet ik hoe je het schrijft. 10 punten voor Gryffindor. Gefeliciteerd. Want volgens mij hoorde ik de sign helemaal niet te hebben. We gaan deze kant op.
Wat valt hier allemaal te bezien? Het gemeentehuis, laten we daar maar eens heen gaan. Ik heb me laatst ook in het gemeentehuis ingeschreven. In de nieuwe gemeente. Het is hier wel een beetje stil. Weet je, iedereen in Kingstown, waar is iedereen heen? Ik heb trouwens deze texture pack, omdat de mapbouwer zei dat ik dat moest doen. Dus daarom heb ik hem aangedaan. Het is niet, het is echt een beetje old school. John Smith is het volgens mij. Oh, wow! Kijk nou, gewoon een stembeeld. Is er iemand? Yo, het huis van je goede vriendin Romy. Uh-oh, dat moet je maar niet weten. Romy. Ah, de last sword. Niemand weet waar die is. De politie is er wel mee bezig, maar dat onderzoek heeft nog maar weinig opgeleverd. Wat wel opmerkelijk is, is dat sinds de verdwijning stukken gebieden doodgaan. Misschien heeft het er wel mee te maken. Als ik wat meer wist, had ik het je wel verteld. Sorry, ik moet nu gaan. We gaan samen nog wel eens wat drinken. Oké. Romy doet de deur open en loopt weg. Waar ben je dan, Romy? Ben je in de geest of zo? Gekke Romy. Ga naar het politiebureau en vraag of zij misschien meer weten. Volg Hill City, Lake City Boulevard, Herberg het Warme Kipje en... Holy shizzle. Ik kan echt nooit al die dingen gaan onthouden. Jullie gaan mij haten, want... Ik vergeet shit. Dat is gewoon wat ik doe. Dat is... Op een gegeven moment dacht ik van, ik moet een kanaal maken waar ik dingen kan vergeten. En dat werd toen mijn YouTube kanaal. Een soort van uiting. Oh ja, dat was ook iets. Ik weet niet meer wat het was. Oh, punten! Oh, je moet er toch op staan. Dus het was geen typfout. Het was niet slaan. Het was gewoon echt, je moet erop staan. Maar het was zo onlogisch neergezet. Maar oké, maakt niet uit. Je moet er dus op staan. Gemeentehuis waren we al. We moeten even naar het politiebureau. Pop, pop. Niet daar. Ook niet hier. Waar is iedereen? Hill City. Daar moesten we heen volgens mij. Volg Hill City. Dude, hoe groot is het? Oh, je moet erop staan. Nice. We hebben alweer 3 punten, dames en heren. Spawn. Verdomme. Oh, what the heck? Wat is dit nou weer? Ik kan overal heen spawnen. Oh my god, koffie! Ze hebben koffie in de spawn. I love it! Nice. Oké, we gaan gewoon terug naar Kingstown. Wauw. Dit is wel heel fancy gemaakt. Zou het door een kijker gemaakt zijn? Dat begin je dan nu te twijfelen. Maar ik geef altijd mensen de kans van de twijfel. De kans. Het is gewoon. I don't know. De molen. Nee, we moeten helemaal niet in de molen zijn. Of is dit zo'n moment dat je gewoon eigenlijk alles moet ontdekken? En gewoon moet kijken wat deze wereld heeft te bieden. Oh my god, laten we even opslaan. Hey. Puntjes. What the heck? Luck? Ik heb luck. Oké, dit gaat wel heel ver voor een custom map van een Brodo. Ik weet niet of mijn serie dit allemaal wel aan kan. Hey, moet hierop staan. Bam! En hier zit ook nog een chest met niets erin. Hadden ze hier ook maar koffie? Maar nee. De boer heeft geen zin in koffie. Pressure plate? Sowieso dat hier ergens nog een punt verstopt zit. Ik weet het zeker. Misschien kan ik op de piggy staan. Krijg ik dan ook punten? Piggy! Hey, ik krijg wel seeds van je. Thanks, bro! Nee, ik weet wel dat dat de weed is. Sorry, ik stort hier wel in. Sorry, piggies. Oh my god. Oké, gelukkig kan ik er wel uit. Volgens mij is dit echt een hele grote, gigantische map. Ja, gaan we die kant op of die kant op? Eigenlijk moeten we dit zo'n interactieve video maken. Oh, hier heb je plaatjes. Kingstown is die kant op, ja. Hé, hey, dat was degene die ik nog net wel wist, hè? Wegwijzer staat aan de andere kant. Farmlands, Kingstown, Hill City, Observatorium. Oké, ik moest volgen Hill City. En Lake City Boulevard. Toch? Of, nee, ik moest eerst gewoon bij het politiebureau zijn, maar... Ga naar het politiebureau... Ja, misschien is dat dus gewoon heel ergens anders. Want kijk, als ik hier sta, volg Hills... Ga naar het politiebureau. Volg Hill City, Lake City.
En dat ga ik dan nu doen. En dan volgens mij komt dan later dus de politiebureau erop te staan. Ja, ik ga maar niet daar naar beneden. Volgens mij is dit echt een gigantische map. Hill City. Oké, dit is Hill City. Dat is een klein stadje. Maar klein maar fijn, zoals ik altijd zeg. Norman the fishing dude. Oké. Norman, where are you, my friend? Ik weet niet waar Norman is. Is dit... Nou, we moeten ergens het politiebureau vinden. Farmlands. Ja, we zitten nu in Hill City. Is dit een goede plek? Het valt me op dat alle huisjes gekopieerd zijn. Ze zijn niet apart gemaakt. Dat geeft me weer iets meer geruststelling van dat het misschien wel gewoon door een kijker gemaakt is. Maar je weet het natuurlijk nooit. Wauw. Het is wel groot, hè? Het is jammer dat ik geen shaders heb. Oh, kijk. Dit is wel handig. Dit is dus waar we nu zijn. En dan was dit waarschijnlijk... Ja. Oké, dat was in ieder geval Kingstown, denk ik. Of dit was Kingstown. Ik denk eigenlijk dat dit Kingstown was. En what the freak is dat dan nog? Dat is echt huge. Oké, wacht even. We moesten vanaf hier Lake City Boulevard volgen. Dat is dus die kant op. Bibliotheek. Oh, hier is gewoon eten. Nice. Laten we wat eten pakken. Pop, pop, pop. Niet dat ik het nodig heb, want er is eigenlijk helemaal niets afgegaan. Lake City. Oké, dan gaan we naar Lake City. Het is echt gewoon een hele game mode op zich. Lake City Flatlands. En de boulevard is naar links. Hoe dan? Ik heb what the... What? Het is wel lekker veel lopen in ieder geval. Alsof ik de avondvierdaagse aan het doen ben, dames en heren. Nou, fuck die chest. Ik hoef die punten niet. Oh, hier. Lake City Boulevard is naar rechts. Oké. My god, wat een end lopen. Oké, dus nu zijn we bij Lake City Boulevard. En dan herberg het warme kipje. What the fuck? Oh, hier, punt. Yes, ik heb hem. Herberg het warme kipje. Hier is het restaurant De Bolle Buik. De bank. Het huis van Clara. Clara. Lake City, Last Temple, herberg het warme kipje. Oké, wacht even. Het klopt wel gewoon. En dan? Hier naar rechts of zo? Ik zie hier wel weer dingen staan. Politiebureau naar links. Nice. Oh my god, het duurde even, maar we hebben hem wel gevonden. Politiebureau naar links. Ik heb echt geen tijd om al die andere dingen te bekijken. Alright, het politiebureau, we zijn er. Holy jolly. Bali 1. Yo. Guys, waar is iedereen? Bali 2, daar is dus ook niemand. Ik zie hier wel allemaal cellen. Dus ik weet niet of dat iets mee te maken heeft. Een dood boompje, ja, dat kan natuurlijk ook. Oh, ik wil ze niet allemaal weggooien, want misschien heb ik ze later nog wel nodig. Hoofdstuk 3, politie. Ga naar het Mobile Research Center, volg Lake City en Mobile... Oké. Ah, jij wilt meer weten van de verdwijning van de Lost Sword. Jij had hem gevonden. Je zult ons een grote eer bewijzen als jij dit helpt. Als jij helpt dit mysterie op te lossen. Naast dit dode boompje hebben wij nog geen aanwijzingen kunnen vinden. Misschien weten de onderzoekers bij de Mobile Research Center meer. Ja, want een dood boompje vertelde wel dat alles dood ging van de Lost Sword. Oh my god. Yo, bro. Je ziet er ook wel echt uit als een crimineel. Wij gaan naar de Mobile Research Center. En wat zou er gebeurd kunnen zijn? Ik denk misschien pakt de soort iets van alle krachten of zo. Van de dingen om zich heen. Lake City en Mobile Research. Oké. En ja, maakt dat het sterk of zo? Ik weet niet wat het is. Lake City. Ja, dat is deze kant. Ik hoop dat wij het soort wel krijgen. Dat zou wel nice zijn. De Mobile Research Center. Linksaf. Under construction.
Hier is nog een puntje. Plip. Is dit de Mobile Research? Holy moly. Ik denk het niet. Oh, het stinkt hier ook. Ik krijg meteen stinky stink. Waar is de Mobile Research Center? Naar rechts. Ah, hier. Denk ik. Dit ziet er wel uit als een research iets. Het laboratorium. Verboden toegang. Oh. Wat is daar dan? Oh, dat is dat. Oh my god, het is allemaal kapot. Oh, het leven is gewoon eruit gezogen. En ik zie hier een puntje. Ik ga toch even... Ah, puntje! Het leven is er gewoon uitgezogen. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ik neem in ieder geval het dode boompje mee. Misschien gebeurde dat wel. Misschien niest ik en was daardoor alles in één keer... Bam! Kapot. Dus jij komt ons helpen. Ja, super. Heeft de politie je nog wat meegegeven? Je laat hen het dode boompje zien. Tada! Super. Misschien komen we hier wel meer te weten over de gebeurtenissen. Beneden. Stop! Ga niet naar beneden. Niemand is daar levend. Vandaan gekomen. Niemand is daar levend. Vandaan gekomen. Als je ons verder wilt helpen, dan kun je het best een kijkje nemen bij de komeet. Misschien zijn daar nog aanwijzingen. Wat? Er is een komeet? Ga naar de komeet... om verder op onderzoek uit te gaan. Volg Lake City, Hill City, Observatorium en de komeet. Oké, dus moeten we eerst weer naar Hill City. Het is wel echt een storyline map. Brug betreden op eigen risico. Nou, ik weet nog wel waar de Hill City is, dus dat scheelt. Denk ik. Lake City... Mountain Side. Ja, ik moet niet in Mountain Side zijn, maar ik moet in normale Hill City. Oh shit, dat is de verkeerde kant op. Want ik moest hier ergens zijn of zo? Ik weet het al niet meer. Lake City, there you go. Dan moeten we omhoog naar Hill City. En dan moeten we naar de komeet. En daar kunnen we kijken wat er is gebeurd met de komeet. Ja. Ben ik de weg kwijt? Hill City. Nee, ik ben niet de weg kwijt. Hoe is het mogelijk? Volgens mij is dit de eerste map van een Brodo waar ik nog niet opgefuckt heb. Nog niet. Hè? Let op mijn woorden. Ik denk hier. Af en toe zijn de paden niet heel duidelijk. Oh nee, niet regen. Weather clear. Oh. Observatorium. Zo'n naar woord. Observatorium. 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 Hill City. Waar is het observatorium? Is dat dat ding of is het hierboven? Welke kant wees het pijltje op? Hier is de fishing dude. Of zou dit het misschien zijn? Oh. Ho, spetter in het water. Ga maar vast naar huis. Dit is het denk ik niet. Shit. Misschien moet ik gewoon verder doorlopen hoor. En is het buiten Hill City? Ja, ik denk dat dat het is. Ik denk dat het gewoon er buiten is. Check it out. Oh, dit ziet eruit. Kijk, daar zie je de telescoop. Het is een observatorium. In één keer goed gezegd, Wouter. Ja, lekker Wouter. Hupsakeetje. Gaan we hier omhoog? Chuck, 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 chuck. Chuck, 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 chuck. Wat moest ik hier doen? Even kijken. Kijk, je neemt bij de komeet. Maar... Of is dat gewoon bij het observatorium? Is toevallig die komeet daar of zo? Auw. Is hier een komeet? Jongens, heeft iemand een komeet gezien? Jullie? Dit ziet er wel raar uit, hè? Iemand een komeet? Schapen? Heb je komeet gezien? Schapie? Nee? Oké. Okay. We hebben niet een bordje gemaakt voor de komeet. Observatorium.
en dan komeet. Of moeten we dan gewoon het bordje volgen van de komeet? Nee, die staat er ook niet. Oh wel, komeet rechtsaf. Oh my god. Die is gewoon hier toevallig ernaast gekomen. Maar het heeft niets te maken met het observatorium zelf. Wat een enge plek moet dit gaan zijn. Oh my god, het is de komeet. We hebben hem gevonden. Er is iets anders hier. Zit er ergens iets verborgen? Nou ja, niet echt verborgen, maar er zit wel een gigantische komeet hier. En een punt, bam. Zit iets verborgen hier? Ik zie daar wel iets van redstone. En misschien hier een soort van gigantische hendel. I don't know. Hoort het hier? What? Oh my god! Er zit gewoon een geheime gang, man. Er zit gewoon een geheime gang. Met lava nog wel aan de zijkant. Wordt het niet heel warm? Gaan dan niet die ijzeren dingen kapot? Nou ja. Oh my god, waar ben ik? Waar ben ik beland? Dit zat gewoon bij de komeet? Wow, ik voel me echt net als in Harry Potter en de geheime kamer. Oh, wat is dit, joh? Wie heeft dit gebouwd? Wat is deze plek? Zeg me niet. Oh my god. Ik moet gaan vechten, ben ik bang. Gone apples. God van hemel en aarde. Nee, dat is... beschrijft gewoon mij echt. Reis naar Igneous City. Neem alle spullen mee. Loop de brug over. Vaar de brug onder. Gegroet reiziger. Welkom in mijn stulpje. Nou, dat is zeker een mooi stulpje. Ik ben de god van hemel en aarde. Ik heb de komeet hierheen gestuurd met mijn schatten. Waaronder The Lost Sword. Deel 2. Als het goed is, heb jij naar dit zwaard op zoek? Alsjeblieft, zoek voor mij dat zwaard. ZOZ. Ik kan niet zonder dat zwaard deze zaal verlaten. Wel kan Odor, de god van de vier elementen, jou helpen. Hij is koning van Igneous City. Met mijn toestemming kun je veilig de stad betreden. Ga heen en haal mijn zwaard. Jouw reis is gezegend. Neem de spullen uit de kist, misschien komen ze van pas. Jouw avontuur begint nu. Laten wij ons avontuur beginnen. Pas op deze button drukken als je bij hoofdstuk 9 bent. Holy shizzle. Er is een hoofdstuk 9? My god. En we zijn nu bij... bij 5. Alright. Weet je wat, guys? Voordat het te lange video wordt, ga ik hem hier stoppen. Wij gaan de volgende keer gaan we verder ontdekken wat de Lost Sword precies inhoudt. Waar het ons heen brengt. En wat nou het hele mysterie is. En wie weet word ik wel de god van hemel en aarde. En we gaan naar Igneous City om daar met Odor te chillen. Ik hoop in ieder geval dat jullie een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En kijk morgenochtend om 7 uur voor het vervolg op deze video. En dan zie ik je heel graag volgende keer bij de volgende video. Ciao mensen!